Het ponyhoes dat stopt in zijn dagelijkse vorm. En ja, dat slaat vooral hier in Den Haag in als een bom. Chef, gaan jullie verdwijnen? Is dat het? Ja. Oh, oké. Okay. In de dagelijkse vorm. Ah, joh. Ik heb hetzelfde gezien. Sorry? Dus ik zou het ook niet echt missen. U hoeft ook niet altijd eerlijk te zijn, hè? Nou, waarom niet? Ik heb 's avonds meestal andere dingen te doen dan televisie kijken. Dus het kwam er bijna nooit van. Ik begreep wat. Wat gaan jullie doen? Nou ja, iets anders. Nou. We blijven ponyhoes wel maken, maar dan één keer in de week. Ja, dat is zonde. Ja, waarom? Ja joh, het is toch al, jullie horen inmiddels bij de inboedel met al die flauwekul van jullie. Dat is toch het dagelijkse lachkwartiertje op de late avond. Het lachkwartiertje? Ja joh, dat is toch geweldig. Maar zo was het niet bedacht, hè? Dus misschien vandaar wel dan. Oh, vandaar. We hebben een aantal mooie uitzendingen gedaan en het aantal neemt af. Ik heb altijd eerlijk tegen jullie gezegd, een aantal dingen waardeer ik, een aantal dingen ook niet. Nou, dat is nog steeds zo. Dat blijven we overigens ook gewoon in stand houden hoor. Dat is wel de ambitie. Dat is dan weer jammer. Dag minister Plasterk. Goeiedag. Moet u als oprichter en grote aandeelhouder toch een beetje erbij betrekken dat we gaan stoppen met de dagelijkse vorm van ponyhoes? Bent u het er mee eens? Nee, ik vind het jammer. Ik ga niet over omroeppolitiek, maar ik kijk regelmatig. En ik las in de krant dat er een praatprogramma bij kwam, maar die zijn er al heel veel in Nederland. Dus... Nou ja, praatprogramma, dat is één van de voorbeelden die gaan komen. Ponyhoes blijft wel, maar wordt niet dagelijks meer. Ja, jammer, want het zit voor mij wel in zo'n schakelschemaatje van Nieuwsuur, even Ponyhoes en dan door naar Pauw en Witteman. Dus ik hoor hier dat u het niet mee eens bent. Ik ga er niet over, maar ik ben een eenvoudige gebruiker. U gaat er niet over, u heeft het zaakje opgezet. Ja, zo is dat. Maar ja, je moet nu zelf op eigen benen staan. Hè? Dus... Bent u daarvan geschrokken? Dan gaan jullie andere shows doen en dan heb ik volgens mij nog veel meer last voor jullie. Voordat we de beslissing namen, hebben we natuurlijk uitvoerig gehad. Ja, ook over jou. Want ja, we hadden het wel zoiets van, we kunnen dan wel stoppen. Elke dag, maar dan en Dijkgraaf dan? Ja, en wat was de uitkomst daarvan? Nou ja, laat maar barsten ook wel. Dat wel. Ook wel. Dat moet ik ook eerlijk zijn. Wel. Ja, nou, ik ben blij dat jullie tot die conclusie zijn gekomen. Want het zou wel een beetje triest zijn als jullie andere dingen zouden doen. Ja, vind ik jammer. Het was altijd een feest om met u te mogen spreken over de dagelijkse politieke ontwikkelingen. En ook scherp gehouden te worden. Ik zie toch dat je het een beetje moeilijk hebt, Dijkgraaf. Ja, ja. Ik merk het wel aan je. Ja, ja, ja. Even kopje zo. Even nee, zo. Laat maar. Ja, joh. Ja, nu wordt het weer tijd. Dag, Rutger. Nou, ik ga u wel missen. Dagelijks. Ferry Mingelen en Rutger Kastikum weg uit Den Haag. Dat is een zware bevalling. Heeft u de doffe dreun al verwerkt dat wij stoppen met een dagelijkse show? Is dat is nou echt nieuws.